Nou, welkom weer op ons kleine permacultuurprojectje in Sunzeil. Ik zit hier bij een nonnieplant. Die hebben we al een tijd geleden hier geplant, omdat we eigenlijk dit stuk willen bebossen, zorgen dat er meer schaduw komt, om uiteindelijk een voedselkosten aan te leggen. Nou, nonnies groeien hier van oudsher heel goed en ook kunnen best wel wat droogte hebben, maar toch niet voldoende om in dit klimaat zeg maar zonder bewatering te overleven. Nou, het kost natuurlijk heel veel dagelijkse moeite. Ik ben echt dagelijks bezig om die plant allemaal water te geven en daarvoor hebben we een heel eenvoudig systeem gevonden om toch te kunnen bewateren, waardoor die plant geleidelijk aan steeds water krijgt. En dit is eigenlijk hoe het eruit ziet. Een fles aan de bovenkant open en aan de onderkant daar zitten gaatjes in, waardoor het water zeg maar heel geleidelijk op kan genomen worden door die nonnieboom. Ja, en dit is een stapje verder zeg maar, voortschrijdend inzicht laten we het maar noemen. Bij die andere was zeg maar de hele bovenkant open, waardoor het water door de wind hier en de enorme zonneschijn heel makkelijk kan verdampen. Hier hebben we het gat wat kleiner gemaakt, zodat zeg maar een gedeelte van het water niet zomaar kan verdampen. Waardoor het zeg maar nog geleidelijker gebruikt kan worden. En in de onderkant van de dop zeg maar, daar zitten wat meer gaatjes in, zodat deze zuurzak, zoals Zakka, kan wat meer water opnemen dan bij het nonnieplantje het geval was. Dit is tussen de fles. Hoe werkt het? Hoe gaan we het doen? Nou, stap voor stap laat ik even zien hoe dit simpele bewateringsproces ontworpen kan worden. Dit systeem kan ontworpen kan worden. Irrigatiesysteempje eigenlijk. Heel simpel. Iedereen kan het doen met afvalflessen die je anders misschien eens weg zou gooien. En hiermee doen we ook een stukje aan recycling. Dat past ook helemaal in de permacultuurprincipes. Nou, je spoelt hem natuurlijk eerst goed schoon. Hè, want ik bedoel, het is niet de bedoeling dat een zuurzakplant, wat is het, pompgranaat gaat drinken. Of wat dan ook, misschien is het wel frisdrank of soda. Stap 1. We gaan zorgen dat we een gat aan de bovenkant van de fles krijgen. Ja, dit is natuurlijk de onderkant van de fles, maar die staat straks aan de bovenkant. Ja, dat is een beetje zagen, dat is een beetje voorzichtig met. Een gat aan de bovenkant. Nou, dat is uiteindelijk de ene laatste fase van het hele proces is gaatjes in de deksel van de fles. Dus aan de onderkant nu. Dat is normaal de bovenkant, nu de onderkant. En dat doen we gewoon heel simpel met een spijker en een hamer. En waar ik het doorheen kan doen. En natuurlijk hoe meer gaatjes je maakt, het zijn vrij kleine gaatjes, hoe meer gaatjes je maakt, hoe meer water er natuurlijk er doorheen kan. Oké. Nou, er zitten nu 2, 4, 6, 7 gaatjes in. Er kunnen natuurlijk meer of minder zijn. En dat is natuurlijk de hoeveelheid water wat er dan heel geleidelijk uitgaat. Nou, dit gaat natuurlijk sneller dan als het in de grond zit. Als het in de grond zit gaat het veel geleidelijker, maar je ziet wel dat het een constante watertoevoer is. En ja, ik ben heel benieuwd hoe vaak we de flessen moeten vullen. Het zal heel veel werk gaan schelen dit. Hier staat een wat grotere versie van de zuurzakboom. En natuurlijk is de zuurzak heel erg bekend geworden omdat de bladeren heel sterk tegen kanker zouden werken. Veel sterker dan een chemokuur. En de vruchten zijn ook bijzonder voedzaam en bevatten allerlei geneeskrachtige stoffen, net zoals de bladeren. Dus de bladeren kan je gebruiken voor thee. En de vruchten zijn natuurlijk heel lekker. En ook de vrucht is heel erg geschikt voor allerlei medische doeleinden. Nou, deze boom gaan we bewateren op ons eenvoudige irrigatiesysteempje met de flessen. Maak een gat.
En het hoeft niet zo diep te zijn. Dus stop de fles erin. Goed, een kind kan de was doen. Heel eenvoudig. Iedereen kan het doen. Plastic flessen, bodem eruit, gaatjes erin, ingraven, vullen met water. Klaar is Kees. De bedoeling is natuurlijk om een zelfregulerend systeem ook weer te scheppen. En zelfregulerend in de zin van, als het hier regent, valt er echt enorm veel water. We hebben van de week gezien dat er gewoon 400 liter in een bak verzameld wordt met een flinke regenbui. 400 liter. Dacht ik weer 400 liter. Alleen het probleem is dat het water hier gelijk of heel snel wegspoelt, of in de bodem zakt en heel snel verdampt. Met dit systeem wordt het water opgevangen, blijft gedurende een langere tijd in de fles zitten en heel geleidelijk aan kan zeg maar, deze zuurzakplant het water tot zich nemen. Dus een zelf functionerend systeem, net zoals de natuur dat doet. Thank you.